Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Sammetje is al aangekleed. Liam is al aangekleed. Jordi nog niet. Die moet ik zo dadelijk aankleden. En dan moet ik Jordi naar schooltje brengen. Maar eerst eventjes een flesje. Nou, ik heb Jordi net weggebracht. Sammetje zit hier. Let niet op al de bende hoor. Dat is echt Nielsen werk. Ik rijd nooit in deze auto. Alleen als ik Jordi naar school moet brengen. Liam zit hier. En wij gaan weer naar huisje rijden en eventjes de kindjes in de wandelwagen doen. Zodat we even gauw naar de winkel kunnen. En dat ik mijn boodschapjes voor vandaag heb. Bet, we gaan toch naar de winkel? Yay! Goed zo! Ik heb even een fruitje gemaakt voor Liam. Ja? Lekker banaantjes, nabijtjes. En Liam is ondertussen even tv'tje aan het kijken. Sammy ligt lekker in de box. Ja! Hey, gekkie. En Jordi is dus al op school. En ik ga hier dadelijk even aan de gang. Want ja, hè, dat moet ook gebeuren, hè? Ja. Iets voor Liam. Wie was er net op bezoekje geweest? Tante Bianca, hè? We waren straks ook bij de winkel geweest, al kaasstengel gehaald voor hem. Die zit nu lekker te happen. En tante Bianca heeft Sammy even geknuffeld en flesje gegeven. Ja, was leuk hè? En nou is tante Bianca weer naar huis. Nou krijgt Liam dus eten en dan gaat hij daar zijn bedje in. Dat weet ik ook niet. Liam werd net wakker en die was me toch aan het janken. Ik denk dat hij een nachtmerrie of zo heeft gehad. Ben ik heel even in het bed van mij en Niels gaan liggen met hem. En toen werd hij weer wat rustiger. Dus dat is prima. Nou slaapt hij als het goed is weer. En ik heb nog ongeveer anderhalf uur voordat ik Jordi echt moet halen. Dus ik ga heel eventjes nou de macaroni saus maken. We eten vandaag macaroni. Maar hij is dus toch wakker. We eten vandaag macaroni. Niels, ik en Liam eten echt de macaroni. Maar Jordi krijgt het met rijst. Want als hij een pasta soort eet, dan verstopt hij helemaal. En hij heeft nu al last van zijn darmen. Dus Jordi krijgt het met rijst. Maar ik en Niels en Liam eten het echt gewoon met macaroni. Want daar heb ik een keer zin in weer. Normaal hou ik er altijd rekening mee. Maar ik heb daar nu echt eventjes zin in. Niet vaak. Maar als ik er zin in heb, dan wil ik dat. Wie is er weer thuis? En hij is gelijk aan het drinken en aan het poepen en alles erop en eraan. Precies zijn moeder toen ze nog jong was. Ik poepte ook alleen maar thuis. Nou, hij had vandaag wel wat buikpijn gehad, maar had het super gedaan op school. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Liam die is momenteel eventjes lekker een appelflappie aan het eten. Hè? Dat is een lekker appelflappie, hè? Ja. Dat is wel appelflap. Hij moet ook altijd iets langs zich leggen. Zo. Nou, die is dus lekker appelflap aan het eten. Ik ga dat Jordi ook zo geven. Vakantie in Kroatië. Het was geweldig. En ik vond me zo. Dat is weer reclame. Ik ga zeker dit jaar weer. Bij YouTube. De topbestemming van veel. En ook Jordi, die heeft de appelflappie. Ik heb twee kindjes die zo lief zijn. Nog wel Sam en Jordi. Die is zo lief. En ik heb een kindje die continu alles zit uit te vreten hier. Ontmoet Liam. Mag jij dat? Nee. Goed zo. Nee. Afblijven nou. Nee. Niet de prullenbak. Dat is ba. Kom, uit de keuken, jongen. Je weet dat je hier niet mag komen. Komt Joef nog even tussendoor kusje geven. Joef. Lopen. Nee, plaats.
Jouw plaats is daar. Nou, die is dus continu aan het uitvreten hier. Liam, ik ben je daar zat, hè? Ga jij je nou eens gedragen? Ja, die staat niet aan. Na het zoveelste wat hij heeft uitgevreten, zit hij nou voor straf in de box. De box is dicht, kan hij nou niet meer uit. Lekker peu. Ik was er al aan begonnen. Maar ja, dit is mijn koelkast. Alles wordt me overal altijd neergesmeten en gedaan. Ik word daar zo ziekelijk chagrijnig van. Dus wat ga ik nou doen? Ik heb bakken gekocht en dat soort dingen allemaal. Dus ik ga alles even afdoen en opruimen en in bakken doen en wegdoen wat weg kan. Want op een gegeven moment heb je geen overzicht meer. En dat is nu dus. Dus ik ga eventjes opruimen. Nou, ik heb hem helemaal afgedaan en dan is dit het eindresultaat. Dan ga ik hem nu weer aanzetten. En dan ga ik even gauw die schreeuwen die jullie horen even de fles geven. Wat heb je gegeten? Mijn macaroni! Ja! En chocoladevla. Ja! Zo dadelijk linea recta de douche in. Papa, wat hebben we net gedaan? Een appelflap gegeten. Ja, maar daarvoor? De kindje in de douche gedaan. En toen? De kindje de fles gegeven. En toen? Sam de fles gegeven. En toen? Ze liggen nou toch allebei? Ja. Ik heb Liam naar bed gebracht. En mama heeft Jordi naar bed gebracht, hè? Ja. En jij mag nog even opblijven. Ja. Blote billen gezien. Ik glim helemaal. Moet je daar insmeren. Dat is goed voor je gezicht. Dus je zal wel helemaal droog zijn. Ik hoop niet dat Jordi vannacht gaat huilen. Want dan... mijn probleem. Jordi doet het altijd zo. Oh. Nou, wij gaan in ieder geval slapen. En in de volgende... slide is dan weer zaterdag. Een hele goede morgen. Ik zit hier tussen de zeikers. De enige die niet zeikt is Sam momenteel. Zijn broer Liam die zeikt en Jordi zeikt. Ik heb alleen maar zeikers hier. Behalve jij. Ja.
Iedereen heeft hier al gegeten, gedronken en alles. En ik ga jou zo dadelijk eventjes in de hupstoel zetten. En dan ga ik eventjes wat aankleden. Nielsje is eventjes naar een vriend toe. Die had even wat hulp nodig. Die komt straks weer terug. En ik ga gewoon dingetjes doen hier. Waarom zeur je nou, Jordi? Als je nog moe bent, moet je nog slapen, hè? Ja. Ja, ik hoor je wel zeuren. Ja, ik hoor dat. Fruitje gemaakt. En lekker. Liam heeft ook lekker fruitje. Is het lekker, hè? Dus je zit lekker te peuzelen. Filmpje aan. En gaan met die banaan. Even lekker bammetje eten. Liam heeft het zelf al bijna op. Jordi is nog aan het happen. Maar die heeft nu nog in zijn mond zitten. En wat zit erop, Liam? Lekkere smeerpaté. Jordi wilde niet slapen. Die was heel boos. Ik heb net een kopstoot van hem gehad. Oh, die deed pijn, zeg. Precies hier zo op dat botje. Oh. Maar ja, Jordi wilde dus niet slapen. Dus die is aan het spelen. Niels komt zo dadelijk thuis. En dan ja, blijven we thuis. We gaan niet veel bijzonders doen. Sammetje is ook alweer wakker. En ik ga zo dadelijk jullie even wat eten. Ik ben niet moe, dat lijkt maar zo. Zelfs staand kunnen we slapen. Toch, papa? Ja. Ik weet niet van wie dit heeft. Dat heeft hij toch echt van jou? Wij zijn net eventjes naar de winkel geweest. Van tevoren hebben we nog even bezoekje gehad. En nu zijn ze pannenkoekjes aan het eten. Ik ga daar niet filmen. Ik film al zoveel wat ze eten. Het worden echt eetvlogs zo. Maar in ieder geval, dat is wat ze nu eten. En ze zijn lekker aan het smullen, kan ik je vertellen. Ze zijn al aan hun... Ja, ze hebben in totaal dan tweede pannenkoek. Allebei twee pannenkoeken. Stelletje lekkere smullers van ons. Hey, Liam. Kom even bij papa en Sam kijken. Helemaal aan het doen. Wat ben je aan het doen? Oh, kom je nou bij mama? Oh, je gaat er weer vanaf? Een hele goede morgen. Ik ben gisteravond gewoon echt ziek geworden. Dat is gewoon echt niet meer grappig. Ik ben in slaap gevallen en beroerd tot ik was toen ik weer wakker werd. Niels die heeft voor de kindjes gezorgd.
ook vanochtend. Ik ben gewoon echt gewoon niet lekker. Dit is niet grappig gewoon. Ik weet ook niet of dat komt vanuit die vaccinatie nog. Dat ik er toch nog iets later last van heb gekregen. Ik weet het niet. Ik weet alleen dat ik mijn eigen gewoon niet lekker voel. Het kan altijd gebeuren natuurlijk. Echt wel. Die kleine rat die staat hier. Die zit zijn broer aan het etteren. Dus ik ben ook een beetje aan het opletten nu. Alweer een. Ben er weer een gorilla aan het doen? Ik moet er weer in leggen dan. Manuel, Bianca en grote neef Milo waren op bezoek, zoals jullie zagen. Dat zijn de oom en tante van de kinderen. Sammetje slaapt nu. Liam is hier de boel aan het stunten. Jordi wilde weer eens niet slapen. En die ligt nu hier. Die gaan we zo wakker maken. Ik ben eten aan het maken. Ik ben... dan moet ik even nadenken. Broccoli met aardappeltjes uit de oven. Voor Jordi doe ik gekookte aardappeltjes. Aardappeltjes uit de oven. En broccoli is voor Jordi. En dan heb ik hier, oh god, hoe heet het vlees nou? Ja. Varkenshaas. Ik moest even aan Niels vragen wat ik ook alweer had. Varkenshaas. En ik ben hier de champignonnetjes aan het maken. Dan ga ik dadelijk champignonsaus maken. En dan is het eten alweer bijna klaar. Nog eventjes voor mijn schapjes opgehangen. Dan kan ik dadelijk heel eventjes nog mee aan de slag. Jordi en Liam liggen al op bed. En Sammetje, die is lekker aan het spelen. Ben je lekker aan het spelen? Ja, hè? Oh. Hij zit hier te lachen. Lekker aan het spelen. En waar ik het nog even over wilde hebben. We hebben die bolderkar gekocht. Of in ieder geval, het is eigenlijk een wagentje. Ja, het is een bolderkar. Ja, het is officieel een bolderkar. Normaal gebruiken ze er altijd bij kinderdagverblijven, toch? Mm-hmm. Maar deze hebben we via Marktplaats gevonden. Ja. En het was namelijk zo, ik zit ontzettend met het probleem dat ik met 3 kinderen dan op pad moet. Sam vindt het af en toe fijn om te dragen, niet altijd. Dus ik heb ook geen zin om met een schreeuwend kind op pad te gaan. Dus... En het is gewoon ook niet prettig, denk ik, om het, als je in de weer bent, ook nog een kind te dragen. Ja, ook nog. Je bent continu eigenlijk bezig dan op dat moment. Dus je hebt eigenlijk je handen vol. En op het moment, een tijdje terug, vorige week was dat, toen wilde ik eigenlijk naar de winkel... Maar ik kon niet naar de winkel, want Sam die sliep weer en Jordi was aan het chagrijnen. En
Ja. Dus ik had echt zoiets van, ja, dan moet ik ze er allebei in gaan zetten. Jordi is al wat zwaarder, dus die wordt al wat zwaarder voor die wandelwagen. Dan moest Liam weer achterin gaan zitten. Dat vindt Liam ook niet altijd even leuk. Die wil ook gewoon kijken. Dus het was echt van, dan moet ik weer wachten op Niels. Ik kan het gaan doen, maar dan ben ik halverwege en dan denk ik bij mij gewoon... Dus toen ben ik maar niet gegaan, ben ik gaan wachten op Niels. Dus ik dacht bij mij van, weet je wat? Ik zeg tegen Niels, we moeten eigenlijk iets van een bolderkar hebben of zo, of iets. Of... Ik zeg, want dit werkt gewoon weg, zo echt niet. Als in september Liam dadelijk toch naar schooltje en alles gaat, we moeten iets regelen. Zo zijn we eigenlijk hierop gekomen. Zo zijn we via Marktplaats gaan reageren en ja, toen kwam deze. En wij zijn hartstikke blij ermee, dus we hebben er een rondje mee gelopen. We moesten toch even brood halen bij de winkel en zo, dus zijn we daar gelijk gaan uittesten. Ja, dat beviel goed. Ja, en de kindjes vonden het ook leuk. Alleen ze moeten wel doorrijden, want anders... Ja, als je niet doorrijdt, dan gaan ze vervelen. Dus het is echt de winkel in, gauw je spullen pakken en de winkel weer uit. Ja, niet ergens blijven buurten. Nee, dat moet je niet doen. Maar het werkt, dus... Dan krijg je dat Jordi gaat staan en de dingen gaan. Ja. Dus, maar het werkt, dus dat is alleen maar positief. Dus ja, daarom hebben wij dat ding aangeschaft. Die heb je vandaag opgehaald. We moeten alleen nog even wat knutselen met de gordels, denk ik. Ja, wat knutselen met de gordels. En we willen hem in de toekomst nog een keer een lakje geven. Mm-hmm. Maar voor de rest, het is gewoon een hartstikke fijn en prima ding. Toch? Ja. En ja, dat was het eigenlijk. Ik wil ook hierbij de ups en downs afsluiten. Want ik ga nog even wat rommelen en dan is het ook weer tijd voor ons om naar bed toe te gaan. Ja. Dus bij deze bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.